Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik voor jullie mijn bevallingsverhaal. Dat is heel spannend. Ik hoop dat ik alles zelf nog goed weet en goed kan vertellen, maar ik denk het wel. Naksje slaapt nog niet, dus ik hoop dat hem rustig blijft in zijn parkje. Anders ga ik hem zelfs bij mij moeten halen. En ik heb mijn computerbril in mijn haren, want mijn haar is echt vettig en stekelig en trekt op niks. Dus ik heb even die bril in mijn haren gezet om het gewoon wat bijeen te houden. Ik ga jullie dus vandaag mijn bevallingsverhaal vertellen. Van begin tot het einde. Ik ben bevallen op 13 december in 2021. Dus ondertussen bijna 2 maanden geleden. Zot hoe snel dat de tijd vooruit gaat. Oké, ik ga hem erbij nemen. Hij zit in zijn inbakerslaapzak. Maar hij wil niet slapen. Hij is thans heel moe. Huh? Je bent dan zo moe. Ja. Hier, pak een toetje maar. Nou, dus ik ga hem even vasthouden. Melky komt er ook bij. Want dan is er meer kans dat hij in slaap valt. Maar voor de mensen die nieuw zijn hier, dit is dus Nox, onze zoontje. Nox Mangelschots. Heb eentje. Ja. Geboren op 13 december. En het begon allemaal 's nachts. We lagen net in bed eigenlijk, Niels en ik. Ik denk een uurtje. Van 11:30 of zo dat we in bed lagen. Ja, ik was wel al aan het slapen. En ineens breekt mijn water. Om 12:30 s'nachts was dat. Ik voelde echt allemaal warm water tussen mijn benen lopen. En ik dacht echt, wat is dit? Ben ik nu pipi aan het doen? Of wat is dat? Nou, het was gewoon veel te veel voor pipi. Dus ik wist best direct van oké, mijn water is gebroken. Ik voelde ook zo'n plof precies in mijn buik onderaan. En allemaal warm water. Ik heb niks speciaal gedaan om dat op te wekken of zo. Want mensen vroegen mij wel van heb je iets gedaan om te bevallen of oefeningen gedaan of zo. En dat heb ik niet gedaan. Ik wou dat wel proberen. Maar pas in de loop van die week, maar het is dus allemaal zo natuurlijk al gebeurd. Ik was 38 weken en 1 dag op dat moment. Dus ik ben 2 weken te vroeg bevallen eigenlijk. Vanaf het moment dat mijn water was gebroken, heb ik Niels wakker gemaakt. Ik heb Niels geschud en ik zei Niels. En hij zei, ja, mijn water is gebroken. En Niels zei gewoon niks. Die stond op, die liep naar de dressing, is zich gaan aankleden en stond echt 2 seconden later terug in de kamer. En zei, ja, ik ben klaar hè, ik moet nog snel mijn tas maken. Dus ik was echt zo van, oké. Dus ik zei, ja, maar nee babe, we moeten nog niet vertrekken. Want pas als ik weeën begin te krijgen en als die een minuut lang duren, om de 5 minuten komen, dan moeten we pas naar het ziekenhuis. En op dat moment had ik nog geen weeën. Dus hij was zo helemaal gestresseerd even op dat moment. Van oh my god, ik moet mij aankleden, ik moet mijn tas maken. Want Niels had zijn tas nog niet gemaakt. Hij was er helemaal klaar voor. Maar toen dat ik dan zei dat we nog wel even tijd hadden, werd hem wel weer rustiger. En zei hem van, goed, dan kunnen we nog wachten. En dan heb ik even voor de zekerheid gebeld naar het ziekenhuis, naar de kraamafdeling. Ik ben in Hasselt bevallen, in het Vergajesse. En dan heb ik even gevraagd van, gezegd van mijn water is gebroken. Hoe lang wacht ik het best? En even om te checken, dubbel checken. Als dat goed was dat ik wachtte tot ik mijn weeën kreeg. En daar zeiden ze dan van ja, geen probleem. Blijf maar gerust nog thuis op het gemakske. Probeer je weeën thuis wat op te vangen. En als ze goed op gang zijn, dan kom je maar naar hier. En
dat heb ik dan gedaan. We zeiden van, weet je, we gaan nog wat proberen te slapen. Want we hadden maar een uurtje geslapen. En ik zei ook, het kan wel eens heel lang gaan duren. Een heel lange dag en nacht nog gaan worden. Dus ik ga nog wat proberen te slapen. Maar ja, natuurlijk slaapt je niet meer echt dan. We waren de hele tijd aan het babbelen en aan het zeggen van, oh my god, nu gaat het echt gebeuren. En ja, we hebben gewoon eigenlijk niet meer geslapen. Dan ja, zijn we, ik denk, na een uurtje nog in bed gelegen te hebben, zijn we maar opgestaan, want we konden echt niet meer slapen. Dan hebben we nog gegeten. Ik heb Rice Krispies gegeten. Iets licht en iets wat niet te zwaar op mijn maag lag. En Niels heeft voor zijn eigen nog croque monsieur gemaakt en croque monsieur gegeten. Dan hebben we een aflevering van Friends gekeken. Dan heeft Niels zich gedoucht. Daarna heb ik mij nog gedoucht. Want je mocht je nog douchen als je water is gebroken. Maar je mocht niet meer in bad gaan. Dus ik heb mij gedoucht. Mij wat klaargemaakt. Mijn haren heb ik zelfs nog een beetje gedaan. En ondertussen begon ik wel wat weeën te krijgen. Ik denk een uur nadat mijn water was gebroken zijn mijn weeën begonnen. Maar lichtjes en best wel oké. Dat was allemaal heel goed doenbaar. Ik had dan ook getimed met zo'n weeëntimer. Ik had gewoon op Google weeëntimer opgezocht en die gedownload. En dan heb ik getimed. En ik denk rond een uur of half vier waren mijn weeën echt wel constant. En om de 5 minuten. En mijn weeën duurden altijd een minuut. Maar ze waren best nog wel doenbaar. Het was nog niet zo pijnlijk. Want ik dacht, oh, als dit het is, dan geen probleem. Dan kan ik het met heel veel gemak aan. Het was natuurlijk pijnlijk. Maar ik vond het niet zo pijnlijk als ik had verwacht dat het zou zijn. Zal ik het zo zeggen? Dus ik vond het wel nog doenbaar. En dan om 4:30 hebben we besloten van oké, we gaan naar het ziekenhuis vertrekken. Want ja, mijn weeën waren al een uur om de 5 minuten en telkens een minuut dat ik een wee had. Dus dan hebben we de spullen genomen, zijn we naar het ziekenhuis gereden. Dat is van hier ongeveer een kwartiertje. Ik denk zelfs 's nachts iets minder dan een kwartiertje, omdat er geen auto's op de baan waren. Dan zijn we aangekomen in het ziekenhuis. Daar hebben ze mij ingeschreven, aan de monitor gelegd. Ik had nog altijd weeën. Op de monitor ook te zien dat ik nog altijd dat ik goed weeën had. En ineens, na 10 minuutjes denk ik aan de monitor, begonnen mijn weeën echt af te zwakken. Die gingen echt van 100 naar 30, 40, ja, dat zijn zo curves die omhoog gaan, dus geen harde wee niet meer. En ik dacht, oei, hoe kan dat nu? En ze zeiden daar van, ja, dat kan wel eens, omdat je nu in het ziekenhuis bent en op je gemak bent, dat dat wat afzwakt, maar dat zal zelfs wel terug omhoog gaan. Ondertussen hadden Niels en ik nog een aflevering van Friends gekeken in het ziekenhuis. En zelfs de laatste aflevering van Friends hebben we toen gekeken in het ziekenhuis. Het seizoen helemaal af. Ik had Friends al 5 keer of zo gezien, maar Niels nog nooit. Dus we zaten echt aan de laatste aflevering van heel de serie. Die hebben we in het ziekenhuis nog gekeken. En mijn weeën kwamen gewoon echt niet meer terug. Mijn weeën bleven zo rustig en laag en ja, ik voelde er eigenlijk bijna niks meer van mijn weeën. Dus ja, ik denk dat ik van, pak dat we rond 5 uur in het ziekenhuis waren, iets vroeger, en dat ik wel echt tot 8 uur daar heb gezeten en hebben gewacht. Dan zeiden ze dat ik moest bewegen, dus heb ik wat bewogen, wat rondgewandeld, zo wat squats gedaan en al die dingen, maar niks hielp, het kwamen niet terug. En dan hebben ze om 8:30 besloten dat ze mij weeënopwekkers gingen geven. Dus eigenlijk mijn bevalling gingen inleiden, omdat ja, mijn weeën waren op dat moment gewoon helemaal gestopt. Hij stond te kijken naar mij. Hé, schatje. Ja, slaap maar. Ah, je bent moe, hè, liefje. Trouwens, als je nog zo lawaai hoort, de droogkast is aan het
draaien. Dus excuse me. Het is echt zo een momentje zoeken dat ik deze video kon opnemen. En de omstandigheden zijn niet allemaal perfect. Maar oké. Maar dus terug naar het verhaal. Dan hebben ze gezegd van we gaan u inleiden. We gaan u weeënopwekkers geven. Want ja, het komt niet meer terug op gang. Het blijft gewoon weg. En mijn vliezen waren wel degelijk gebroken. Goed gebroken. Want er zit blijkbaar nog een heel dun vliesje. Wat vaak niet breekt. Uw vliezen breken allemaal zo'n klein dun vliesje niet of zoiets. Maar dat was ook bij mij allemaal weg en gebroken. En er was ook al heel veel vocht wat ik was verloren. Dat bleef nog altijd echt stromen. Zo'n kraanverband kon dat niet echt opvangen. Dus ik moest handdoeken en zo tussen mijn benen houden om al dat vocht op te vangen. Dus ze zeiden, ja, we gaan nu inleiden. En ja, ik had er wel een beetje schrik voor ergens voor inleiding. Want ik wist nooit dat dat iets was wat wel fel kon zijn. Totdat ik daarover aan babbelen was met Céline. En Céline zei, ja, ik zou echt niet graag ingeleid willen worden. Want dat zou zoveel meer pijn doen. En dat is toch wel een gedoe en zo. En toen dacht ik, ah oei, maar ja. Natuurlijk, op dat moment als je in het ziekenhuis bent, je kunt niet zeggen nee, wacht. Of allez, je luistert ook gewoon naar de dokters, wat dat die zeggen. En ik stond er ook wel echt heel open in. En ik heb geen bevallingsplan gemaakt. Ik had geen plannen, ik had geen verwachtingen. Ik wou dat allemaal niet, omdat ik zoiets had van... Ik ben wel een planner en als er dan... iets niet volgens mijn planning of zo zou verlopen, dan zou ik daar toch wel ergens teleurgesteld door zijn. En bij een bevalling heb je dat gewoon niet in de hand. Dus ik had geen bevallingsplan. Ik stond er heel open in. Ik wist ook niet wat gaat er gebeuren. Je weet dat gewoon niet hoe zo'n bevalling gaat gaan. Dus ja... ik dacht, oké, bring it on. Een inleiding en weeënopwekkers, bring it on. We kunnen dat wel. En dat komt wel goed. De dokters weten wel wat ze doen. Dus hebben ze mij om 9 uur, dat nog altijd 's ochtends. Dus eigenlijk om 12:30 s'nachts was mijn water gebroken. Toen was het 9 uur 's ochtends. Hebben ze mij een eerste pilletje gebracht, tabletje. Wat ik onder mijn tong moest laten smelten. En dat zou de weeën terug op gang brengen. En zo zou ik er 3 moeten krijgen. En om het uur. Dus 3. 1 keer om het uur. Oh, wacht, amai. 1 tabletje om het uur. Zal ik het zo zeggen. 3 tabletjes in totaal. En daarna zou ik aan de infuus gehangen worden met nog meer weeënopwekkers. Als het nodig zou zijn. En eerste tabletje, dat was dan gesmolten en vrij snel begonnen mijn weeën al terug te komen. Ik denk echt wel na een half uur of zo dat ik al dacht van goed, oké. Ook feller, het gevoel van de weeën was veel feller, pijnlijker. Maar ik kon nog wel altijd rondlopen. Ik was nog altijd in de kamer gewoon aan het rondlopen. Als ik een wee kreeg, kon ik mij zo wat voorover buigen op zo die tafel die daar was of op het bed. En dan kon Niels zo wat over mijn rug wrijven. En zo kon ik de weeën wel eigenlijk goed opvangen. Dan heb ik om 10 uur een tweede tabletje gekregen. De tabletjes trouwens, want daar is ook wel zo'n gedoe over. De tabletjes smaken niet lekker. Dat is gewoon, die smaken niet zo lekker. Maar nu ook niet om te zeggen super vies of zo. Ik vond dat wel oké. En ik hoorde ook heel vaak dat heel veel mensen heel misselijk worden van die tabletjes en moeten overgeven. Ik persoonlijk had dat niet. Ik was wel een beetje misselijk, maar dat was verder. Dat was als ik echt heel hard weeën had, dat ik misselijk werd. Maar ik heb nooit moeten overgeven of zo. Ik had wel... misschien TMI, maar ik had wel diarree. Ik weet niet of dat door die tabletjes kwam. Mijn darmen begonnen wel zo fel te pruttelen en ik had dan diarree. Ben ik een paar keer naar het toilet moeten gaan, maar daarna was dat ook wel weer weg.
Maar overgeven heb ik dus niet moeten doen. Dan om 10 uur heb ik dus een tweede tabletje gekregen, ook weer onder mijn tong. En om 11 uur had ik best fel weeën, harde weeën, dat ik al bijna niet meer wist waar ik moest kruipen. En ze zeiden ook dat de tabletjes heel goed hun werk deden. Ze hebben mij dan terug aan de monitor gehangen. En mijn weeën piekten echt tot het hoogste ook weer. Dus mijn weeën waren super goed op gang terug. En ja, dan heb ik eigenlijk de hele tijd op het bed gelegen. Normaal ging ik om 12 uur nog een derde tabletje krijgen, maar dat hebben ze mij niet meer gegeven omdat mijn weeën al zo goed terug op gang waren na twee tabletjes. Dus ik moest geen derde meer. Maar ze hebben mij dan wel aan de infuus gehangen voor zo weeënopwekkers te blijven toedienen, dat mijn weeën niet zouden stilvallen en mijn weeën bleven gaan. Om 11 uur was dat. En van 11 uur, allez, half 12 of zo, denk ik, 11 uur, ik weet het niet meer juist, heb ik echt heel tijd op bed gelegen, gewoon ogen toe, in mijn eigen cocon eigenlijk gekropen. Ik kan het niet anders uitleggen. Ik hoorde niet echt wat er rond mij gebeurde, ik zag niet echt wat er rond mij gebeurde. Ik was gewoon op mezelf. Niels zijn hand heb ik wel heel tijd vastgehad. Ik weet dat Niels mij zo heel tijd aan het aaien was en zo lief aan het doen. Super lief trouwens. Niels was echt een super goede hulp. Maar op een gegeven moment kreeg ik daar zenuwen van. Omdat ik zoveel pijn had en gewoon zo mezelf was. Ik wou niet zo die lieve aanrakingen. Dus ik heb dan wel gezegd van nee, niet meer doen. Hou gewoon. Geef mij gewoon uw hand en laat mij gewoon pitsen. En dan zei Niels, oké, dat is goed. Maar we hadden dat ervoor ook wel besproken. Van, ik had wel gezegd van, het kan zijn als ik heel veel pijn heb of zo, dat ik dat zo niet wil. Of zo ga zeggen van, laat me met rust of zo. En niet persoonlijk opvatten, bla bla bla. We hebben er altijd goed over gebabbeld, over de bevalling. En dan heb ik heel hard, heel de tijd, in Niels zijn hand geknepen. Gewoon echt gelegen op mijn rug en heel de tijd met mijn benen was ik zo aan het doen, zo aan het bewegen. Ik had die zo ook schuin staan, zoals ik die nu heb staan. En dat hielp, vond ik, met me ergens tot rust brengen. Misschien heel raar, maar ja. De weeën waren heel pijnlijk. I'm not gonna lie. Vele vragen ook, hoe zou je dat omschrijven? In het begin, de eerste weeën zou ik omschrijven als je regels krijgt en echt zo heel hard pijn hebt van je regels. Van achter in je rug, van voor in je buik onderaan. Dat je echt zo pijn hebt en ook zo mottig en misselijk bent van je regels. Nou dan echt heel hard regelpijn. Zo zou ik dat omschrijven en daarna, ja, het is gewoon niet aangenaam. Maar het is ook wel iets wat dat je gewoon aan kunt. Ik weet niet of dat iets juist is om te zeggen, maar ja, ik heb zo'n pijn nog nooit gevoeld. En dat was wel, ja, de meeste pijn die ik ooit heb gehad. Maar het was niet dat ik dat niet aan kon. Ik had wel zoiets van, oké, ik kan dat hier wel gerust aan. Gewoon opvangen, blijven ademen, ademhaling, dat was ook wel belangrijk voor mij. Om in die, ja, in mezelf te kruipen en in die wee te kruipen, zo precies. Van gewoon go with the flow met de wee en niet er tegen te vechten, want dat hielp toch niet. Gewoon mee te gaan even met die pijn en in een soort van trance zat ik precies een beetje. Ik kan het niet beter omschrijven, denk ik. Dan heb ik van 11 uur sowieso tot, ik denk, 1:30 mijn weeën opgevangen. En toen kon ik niet meer. Toen was ik echt op. Mijn weeën kwamen ook echt om de minuut, zelfs soms om de 30 seconden, bleven soms 2 minuten aanhouden. En ja, ze noemen dat ook wel zoals knalweeën, omdat met een inleiding worden weeën opgewekt, dus worden die veel harder. Krijg je veel hardere weeën, veel fellere weeën. Dus ja, om 1:30 kon ik gewoon echt niet meer en ik was gewoon op. Van heel de tijd die weeën op te vangen. Toen heb ik gevraagd voor een epidurale. Ik heb gezegd van ik wil een epidurale. Want ik had ook
Om 1 uur nog altijd maar 3 centimeter van de ontsluiting trouwens. Toen ik binnenging had ik justukjes 1 centimeter. En dan om 1 uur met die weeënopwekkers die ik al van 9 uur kreeg eigenlijk, had ik nog altijd maar 3 centimeter. Dus ja, dat was zo'n beetje ontmoedigend. En was dat nu sneller gegaan, dan had ik misschien geen epidurale gevraagd. Maar ik had zoiets van nog altijd maar 3 centimeter. Ik kan nu niet meer al en ik ga een epidurale vragen. Dan heb ik epidurale gevraagd. En dan zeiden ze mij van, ah ja, we gaan eerst checken hoeveel centimeter je nu hebt. Want dat mag pas vanaf 3 of 4 centimeter ontsluiting of zoiets. En toen hebben ze nog eens gevoeld, toen had ik wel 4 centimeter al. En toen zeiden ze, oké, we kunnen epiduralen geven. We gaan eerst nog wel bloed trekken om te zien dat je daar niet allergisch of zoiets voor op zou reageren. En je bloedwaardes goed zijn. En dat was iets wat ik totaal niet had verwacht. Ik dacht, als ik ga vragen van, ik wil epiduralen, dan krijg ik... Oh, de postbode was aan de deur en ik heb Nax in zijn parkje kunnen leggen, want hij slaapt. Maar waar was ik nu? Ah ja, epiduralen. Dus ze zeiden dan van dat bloed trekken. En dat was iets wat ik totaal niet wist. Dat heeft ook nooit iemand tegen mij gezegd. Dat je, als je om epiduralen vraagt, eerst bloed nog moet laten trekken. En dat gecontroleerd moest worden. Dus ik dacht, ik vraag om epiduralen. En binnen de 2 minuten of zo heb ik dat, krijg ik dat. Maar dat was dus niet het geval. Want ze moesten dan dat bloed nog controleren. Dus ik zei van, hoe lang gaat dat duren? Want ik was echt zo op. En toen zeiden ze ongeveer een kwartiertje voor we die uitslag weten. Dus dan dacht ik, oké, nog een kwartier die weeën opvangen. Maar oké, ja, je kunt toch niet anders. Dus heb ik nog een kwartier die weeën opgevangen. En dan zijn ze gekomen voor de epidurale, de anesthesist. Dat was een man, als ik me goed herinner. Een hele lieve man wel. En die zei dan van, ik ga tussen 2 weeën door uw epidurale steken, gewoon recht zitten op het bed. En vroegen daarna mensen ook van, had je dan geen schrik voor epidurale, voor die pijn? Maar op dat moment, echt waar, kon me echt gestolen worden. Ik heb ook echt amper iets gevoeld van die epidurale. Dat was echt gelijk niks. Je moet gewoon stil blijven zitten en dat was wel moeilijk. Want ik had de hele tijd in dezelfde positie gelegen en dan moest ik gaan recht zitten. Maar ja, mijn weeën waren zo fel. En dan moest ik zeggen van, oké, mijn wee loopt op zijn einde, nu. En als er dan al... toen kwam er dan ook direct daarna een nieuwe. Dus dan moest ik direct terug zeggen, nee, stop. Want die staken niet tijdens een wee of zoiets, maar ertussenin. Dus oké, uiteindelijk heb ik epiduralen gekregen. Ging goed, ik voelde dat best wel snel, dat begon te werken. Maar ik lag dan op mijn linkerzij en ik voelde alleen verdoofd links. En rechts voelde ik echt nog mijn weeën. Ik voelde in mijn rug rechts nog weeën, in mijn buik. Ik voelde dat nog echt best fel. En ik zei dan van, dat werkt niet. Ik voel dat nog altijd, ik heb nog altijd zoveel pijn. Ik had nog altijd zo het gevoel dat ik nog altijd veel pijn had. En dan zeiden ze, wacht nog heel even. En anders gaan we de anesthesist terugroepen om nog eens te steken. En dan heb ik nog 10 minuten gewacht, maar dat bleef. En dan zei er een vroedvrouw tegen mij van, maar draai je eens op je andere zij, op je rechterzij. Want dat product dat zakt en kan zijn dat dat niet naar rechts kan nu, omdat je links ligt. Dus ik dacht, oké, dan ben je gedraaid naar de andere zij. En toen begon het daar ook te verdoven. En ik zeg het echt, epidurale, echt een topuitvinding. Ik weet dat niet iedereen ervoor is, of dat niet iedereen een epidurale een goed idee vindt en al die dingen. Maar voor mij, dat was het enige wat ik zoiets van had, van oké, als het echt niet gaat, ga ik een epidurale nemen. Dat had ik zeker niet al gezegd van, dat ga ik niet doen. Dus ik vond dat echt super. Ik voelde me echt
na een half uur zo goed. Alles was verdoofd. Ik voelde wel nog dat ik een wee kreeg. Als in, ik voelde mijn buik echt opspannen. Zo die harde buik komen. En ik voelde een beetje druk, maar ik had niks van pijn meer. Dus dan heb ik kunnen slapen. Dan heb ik echt nog wel een uur of zo'n dutje gedaan. Dan was het 2:30 of zo, denk ik. En dan zijn ze nog eens komen checken om 2:30. Dan had ik ineens 7 centimeter ontsluiting. Dus van 4 was ik naar 7 gegaan op een uurtje tijd. En ook wel omdat ze die weeënopwekker kreeg ik nog altijd via een infuus. En omdat ze die dan ook heel hoog kunnen zetten. Omdat je hebt toch je epiduraal, dus je voelt niks meer. Dus ze kunnen dat heel hoog zetten. En ze hadden dat dan ook op het hoogste gezet. Waardoor dat de ontsluiting veel sneller kwam. En dan zijn ze om 3:00 nog eens komen checken. En om 3:00 had ik 10 centimeter ontsluiting. Dus echt op een 30 minuten of zo ben ik nog eens 3 centimeter bij. En had ik gewoon ineens 10 centimeter ontsluiting. Wat ik echt niet had verwacht. Want ze hadden in het begin gezegd toen mijn weeën waren stilgevallen van... Het kan wel eens zijn dat het pas voor morgen gaat zijn. En nu had ik gewoon ineens 10 centimeter om 3:00. Dus dan zeiden ze van oké, we gaan u voorbereiden om te persen. Het gaat gebeuren. En ik was eigenlijk zo chill. Ik ben heel die procedure eigenlijk super chill geweest. Ook tijdens die pijnlijke weeën heb ik best dat allemaal zo heel rustig kunnen opvangen. Niels was ook heel rustig. Oh, Max is terug wakker aan het worden, precies. Ja, we waren super rustig en ik denk echt dat dat heel hard heeft geholpen. Want ik ben normaal echt een stresskip en ik heb zenuwen en angst voor heel veel. Maar ja, ik was zo kalm en dat was echt super eigenlijk. Ik dacht ook gewoon van, we zien wel. En dan bij dat persen ook, ik was eerder excited van oké, dit is het moment en het gaat gebeuren en ik mag gaan persen en ik ga zelfs mijn zoon ontmoeten. Ja, dat had ik veel feller dan, oh nee, ik heb schrik. Ik had eigenlijk geen schrik. Dan ja, zeiden ze van, ik ga eerst naar een gynaecoloog bellen dat hij binnen een uurtje mag komen naar hier, rustig aan. Want je gaat eerst wat voorpersen, we gaan alles klaarmaken. We gaan kijken hoe je perst, als je goed kunt persen, hoe snel dat zou gaan, bla bla bla. Oké, ik ga even Nox terughalen. He's back. Maar hij wil de laatste dagen niet slapen in zijn parkje. Dus het is veel bij mama slapen, schat hij. Dus hadden ze alles klaargemaakt. Zeiden ze van, we gaan beginnen voorpersen en kijken hoe dat geperst, wat dat je kunt, hoe je kracht is, bla bla bla. Ja, als ik een wee voelde, ik voelde dus die harde buik en ik voelde toen op dat moment ook wel druk onderaan mijn vagina. Ik kan het best omschrijven alsof je dringend naar de grote wc moet, dus kaka moet doen. En het gevoel hebt dat je er een harde drol moet uitduwen. Het is misschien raar, maar zo voelde dat persen. Alsof ik er een harde drol aan het uitduwen was. Maar het was mijn kind, het was geen drol. Maar ja, dat is echt het beste hoe ik dat kan omschrijven. Dat voelde echt zo. Maar ja, dan voelde ik dus die wee en die harde buik. En dan mocht ik persen. Ik en Niels hebben een zwangerschapscursus gedaan. Alleen bij de kine. Bij Tree Flow noemt de kine waar ik ga. En dat is een ham. Ik ga nu ook voor mijn postnatale kine bij Cathy. Voor de mensen die daar interesse hebben. No spawn, by the way. Maar daar ga ik dus. En daar hadden we ook zo'n cursus gedaan voor te leren persen en al die dingen. Dus we waren echt een topteam. We hadden goed geoefend. Niels deed zijn hand ook zo op mijn hoofd. En als ik te veel op mijn gezicht perste, dan deed hij zo. En dan wist ik van oké, ik moet meer naar mijn buik persen. En ja, dat ging echt zo goed. Dus ik pers die eerste keer en die vroedvrouw zegt van oh, oké, wow, zijn haartjes komen al. Ik zie hem al ineens. Dit stuk was er al.
Oké, wauw, je hebt heel veel kracht. Ik ga bellen naar de vroedvrouw, naar de gynaecoloog, dat die nu moet komen. En niet binnen een uur. Ik zeg, ah ja, oké. Dus ik denk 10 minuten later, of nog niet zelfs, stond mijn gynaecoloog daar. Stond de dokter daar die mij bevalling ging doen. En dan 2 of 3 vroedvrouwen, denk ik. En dan mocht ik verder persen. Dan heb ik denk ik een 6-tal keren geperst, denk ik. Een 20-tal minuten. And there he was. Dat ging zo snel. Dat deed geen pijn. 0,0. Ik had nog altijd wel epiduralen natuurlijk. Dus ik voelde echt niks down there. Ik voelde ja, alleen precies echt of. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gehad. Dat je zo'n harde drol hebt. Dat dat soms zo half blijft zitten. En dat je denkt. En je moet die er zo uitduwen. Zo voelde dat. En ze zei dan ook. Terwijl van. Kom aan, duwen. Alsof je kaka gaat doen en zo. En ik durfde. Ik duwde heel hard. Maar ik durfde ergens ook niet helemaal nog niet doorduwen. Dus ik zei van ik durf niet, want ik heb schrik dat ik echt kaka ga doen. En dan zeiden ze van ja, maar als je echt kaka gaat doen, dat is echt totaal niet erg. Dat gebeurt zoveel. Kom aan, duwen. Toen heb ik gewoon een knop omgezet en gedacht van oké, boeien, komt er hier kak mee uit? I don't care. Let's go en gewoon hard duwen. En uiteindelijk heb ik niet gekakt, dus ook fijn. Maar zoals ik al zei, heb ik wel in het begin diarree gehad bij die weeënopwekker. Dus wie weet was alles er al uit of zo. Dat kan ook. En ik heb daartussenin niks meer gegeten. Misschien wel nog 3 krakottes of zo, droge krakottes en wat druivensuiker. Maar voor de rest niks. Dus ik heb geen kaka moeten doen tijdens mijn bevalling. Ook had Niels gezegd van ik wil niks zien, ik ga niet kijken tussen uw benen. Voor mij maakte dat op zich niet heel veel uit, want ik had zoiets van als jij wilt gaan kijken, dat mag. Het is de geboorte van onze zoon, dus ook uw zoon. En ik had niet zoiets van oh nee, je mocht niet kijken, want het is iets wat toch wel heel natuurlijk is. En ja, ik denk ook niet dat Niels zoiets gehad zou hebben van oh nee, heel het beeld van uw vagina is verpest voor mij. Nee, dat denk ik sowieso niet. Maar Niels had gezegd van nee, maar ik moet dat niet zien. Ik ga niet kijken. Want dan gaat waarschijnlijk allemaal te bloederig ook en zo zijn. Bla bla bla. Maar we hadden dan best een brute vroedvrouw, een hele lieve, maar die was best zo wel pittig. En die zei dan tegen Niels, oh, kom kijken, kom kijken. Hij heeft keiveel haar, je ziet zijn haar al. Kom kijken, kom kijken. En Niels dan zo, oh, nee, hè. En dan, jawel, dat moet je echt zien. Dus Niels durfde al niet meer. Dus Niels dan toch maar gaan kijken. En ik zie Niels echt zo daar staan. Kijken zo tussen mijn benen. En die begon gewoon vol te wenen. Ik zei van, oei, is het zo erg? Ziet het er zo erg uit? En hij zei, nee, het is echt zo mooi, ik zie hem gewoon, onze zoon. En ja, dat was wel een heel mooi moment om hem zo emotioneel te zien, gewoon door al zo de haar te zien. Maar hij vond dat dus wel mooi om te zien. En hij heeft daarna eigenlijk heeft heel de tijd naast me gestaan, maar bijna heel de tijd mee staan kijken. En dat was ergens voor mij ook wel goed, want hij zei dan van ja, hij is er bijna uit, ik zie hem al, ik zie zijn ogen, ik zie zijn neus. Dus dat is ergens wel zot, maar ook wel goed. Mooie ervaring. Niels heeft trouwens ook nog geweend toen ik weeën had. Toen had hij geweend, was hij ook aan het wenen. En toen zei ik, wat is er? En toen zei hij, oh, ik vind dat zo erg om u zoveel pijn te zien hebben en dat ik niet veel kan doen. Dus dat was ook super schattig. Moet je geen toontje, schatje? Nee? Oké. Dus ja, dat was ook wel super cute. En dan heb ik ook zelf met mijn hand 2 of 3 keren gevoeld tussen mijn benen. Was ook raar. Maar die vroedvrouw zei dan ook weer van voel eens, hij is er al bijna, voel eens. En eerst dacht ik van oh nee. Maar toen dacht ik ja, weet je, ik ga gewoon voelen.
Dus ik voel tussen mijn benen en ik voel zo echt zo al dat bovenste van dat kopje. En ik dacht echt, what the fuck? Maar daardoor had ik ook echt zoiets van, oh my god. Hij is er aan het uitkomen, hij is er bijna uit. Ik moet duwen en dan is hem er subiet. En dat gaf mij ook wel weer zo die extra moed om nog harder te duwen. Plus, op een gegeven moment hebben ze ook een spiegel daar gehouden. Dus heb ik ook hem zien zitten en zijn haren eruit zien komen. Dat vond ik wel een beetje raar. Maar op zich, het is iets heel natuurlijk. Het was een heel mooi moment. En ja, toen hem er dan zijn hoofdje eruit was, zeiden ze van zijn hoofdje is eruit, nu zijn schouders nog. En ik dacht dat ik dan nog moest duwen voor zijn schouders. Maar blijkbaar floepen die schouders er vanzelf uit, draaien ze dat zo'n beetje en komen die er zo uit. Dus ik zei, oh oké. Okay. En toen zei ik van, oh, dus nog even. En toen zei hij, nee, ja, dat komt er zo uit, je moet niet meer duwen. En ik zei, ah, oe, ik dacht dat ik nog moest duwen. Maar ja, dat moest dus niet. En toen zeiden ze van, oké, pak hem maar. En toen heb ik hem eigenlijk zelf er nog verder uitgetrokken en op mij getrokken. En toen was hem er, hè. Nog te mangels gods. Echt, ja, het was echt wel een heel mooi moment, heel speciaal. Ook toen hij er was, ik kon zo precies niet geloven. Maar ik was wel direct verliefd en dacht direct, oh my god, mijn baby. Echt zot. Ik heb zelf niet geweend, maar Niels heeft dan wel ook weer geweend. Ja, ik weet niet. Ik was wel heel emotioneel, maar ik was vooral blij. En ik was ook heel fel zo op de adrenaline van, oh my god, ik heb dat hier gewoon gedaan en dat is goed gegaan. En hij is er gewoon, hij is gezond. En alles was gewoon zo goed en ik was blij. Dan hebben ze hem verzorgd. In de kamer gebeurt dat trouwens aan het vergajussen. En dan is Niels er zo wat bij gaan staan, wat foto's gemaakt. En ja, dan is nog de placenta eruit gekomen. Ik weet niet als ik daar ook nog een duwtje voor heb moeten geven. Iets in mij zegt dat ik nog zo precies ene keer eens moest duwen. Dat dan de placenta kwam, maar ik ben niet zeker. Dat ging allemaal zo snel. Dan weet ik nog dat hij mij de placenta heeft laten zien. En de moederkoek, dus waar hij in zat, was wel heel zot. Dat heb ik nog gezien. Niels heeft ook nog de navelstreng doorgeknipt natuurlijk. En dan zeiden ze tegen mij van, je hebt één inwendig scheurtje. Eén heel klein inwendig scheurtje had ik van de bevalling. Dat gaan we naaien en dan gaan we, dat was, zat onderaan. En dan bovenaan ging ze ook één draadje zetten voor de symmetrie te herstellen. Want dat was een beetje uitgeleurd of zoiets. Van te duwen. En ja, oké. Dus ik zei, ja, ja, dat is goed. En daar heb ik ook gewoon niks van gevoeld. Dus uiteindelijk had ik twee draadjes. Maar daar heb ik ook gewoon echt niks van gevoeld. Dat was met die epidurale ook. Ik denk op dat moment dat ze dat er wel, de epidurale al weggenomen hadden. Maar ja, dat moet nog uitwerken, dus ik voelde niks. En ja, dan hebben ze hem terug aan mij gegeven. Hebben ze hem aan de borst gehangen ook. Dus dan heb ik hem direct borstvoeding gegeven. Dan zijn we een uur en een half, denk ik, of zo, alleen op de kamer geweest. In de bevallingskamer nog hebben ze ons alleen gelaten. Om ja, er zo wat van te genieten en met hem te zijn. Dat was ook echt wel heel mooi. En dan zijn ze mij komen wassen. Dus dan heeft een vroedvrouw mij zo met een washandje en handdoek even gewassen. Want mijn benen waren nog altijd een klein beetje verdoofd van de epidurale. Dan hebben ze mij iets proper aangedaan. Dat wist ik trouwens ook niet dat dat gedaan werd. Maar dat was op zich wel fijn. En dan hebben ze mij op het andere, op een nieuw bed gelegd. En al onze spullen genomen, had ik hem vast en dan hebben ze ons naar de kamer gebracht. En ja, dat was het eigenlijk. Oh god, dat is super lang precies. Maar ja, ik kan echt zeggen dat ik een super fijne bevalling had. Super positief. Ik
Ja, ik ben super blij met hoe alles is gegaan. Ook gewoon het personeel in het Vergayesse heeft mij zo goed geholpen en zo'n goed gevoel gegeven dat ik nooit verwacht. Ik dacht ergens dat zo'n ziekenhuispersoneel wel wat cooler ging zijn. Ook omdat ik niet gevaccineerd was, niet gevaccineerd ben, gewoon het algemeen. Had ik ergens schrik dat ze mij zo wat links gingen laten liggen. Niet gevaccineerd voor corona natuurlijk. Hè. Dat ze mij zo niet goed gingen helpen, maar dat was totaal niet. Ik mocht ook mijn mondmasker afzetten. Bij het binnenkomen van het ziekenhuis hebben we wel, Niels en ik, Niels is wel gevaccineerd, maar hebben we wel allebei een test moeten doen. Maar dat is gewoon standaard procedure. Dus dat hebben we wel gedaan, dat was allebei negatief. Maar ik mocht ook mijn mondmasker afzetten tijdens de bevalling. Ik heb dat bijna niet opgehad, denk ik. Dus dat was echt super fijn. Ik was zo op mijn gemak. Iedereen was zo lief. Dus ja, mijn ervaring was echt super. Ik zeg dat zelfs tegen Niels van, ik zou nog liever morgen dat allemaal overdoen dan dat ik morgen naar de tandarts moet. Erg. Ik haat de tandarts. Maar ja, het was echt zo goed meegevallen, zo positief. En ik denk echt dat dat zo goed is gegaan, omdat ik echt met een open mind er ben ingegaan. Gewoon geen bevallingsplan, geen wensen. Het enige wat ik in het begin had gezegd is, als ik epiduralen wil, dat ik dat wel zal vragen en dat ik dat dan ook effectief wil. Dus dat is het enige. Voor de rest had ik gewoon geen wensen en ben ik gewoon go with the flow gegaan. Niels was heel rustig, ikzelf was heel rustig. En het was gewoon echt de mooiste ervaring uit mijn leven, om het zo te zeggen. Dus dat was mijn bevallingsverhaal. Super lang, sorry daarvoor. Ik praat heel graag, ik vertel alles heel graag in detail. Dus bij deze, hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up en laat een comment na. Ik ben heel benieuwd hoe jullie bevalling is gegaan als je al een kindje hebt. Of hoe jullie verwachten dat dat zou gaan of zo. Of wat jullie van mijn bevallingsverhaal vonden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ik denk dat dat is zwangerschaps- en bevallings Q&A is. Maar ik ben niet zeker. Anders gaat het gewoon een vlog zijn. Maar alleszins, tot de volgende video.